Hoe heb je het kunnen verzwijgen zo lang? Ja, door mijn mond te houden natuurlijk. Hè. Maar het kriebelde toch wel een beetje om... Maar ik heb toch iets gezegd. Ik ben er toch in geslaagd om iets te zeggen en om hem te verrassen. Ik heb juist gezegd dat hij in de zaal moest gaan zitten, maar hij zit al elke voorstelling in de zaal. Dus dat was geen probleem. Dan. En je had helemaal niks door? Nee, absoluut niet. Nee. Ik weet wel, ik wist dat hij iets ging doen, maar ik dacht dat gebeurt morgen. Dan zijn we thuis, dan is het rustig en zo. Maar nee, dit had ik niet verwacht. Alles behalve rustig vandaag. Ja, maar dat hoort erbij. Ja. Maar een leuke verrassing. Ja, ik hou ervan. Echt waar. Ja, absoluut. En heb je leuke plannen echt voor het te vieren samen? Wij vieren dat eigenlijk alle dagen. Ja. Wij gaan af en toe eens eten, regelmatig eens eten. Ja, ja. We hebben zoals favoriete restaurantjes waar we ons tafeltje hebben. Waar ze altijd als we het zien of horen, van ja, daar kunnen we weer aan zitten. Dus wij vieren dat heel veel. Liefde moet je heel je leven vieren. Dat is waar. Je moet niet wachten op een verjaardag. We gaan het vieren met onze zoon en onze schoonzoon. Ja, dat wel. Dat woensdag, maar kijk, morgen eigenlijk is het alweer job. Dus, ja. en dinsdag ook. Ook dus, ja. Maar woensdag die gaan we het uitgebreid vieren met onze zoon en onze schoonzoon. Is dat jullie sleutel tot succes, 50 jaar samen, elke dag jullie liefde vieren? Voilà. Ja, ik denk dat wel. En ook als er dan dingen fout gaan, ze vanuit de ogen van de liefde bekijken. Want dan interpreteer je ze anders. Heel mooi gezegd. Dank je wel beiden en veel succes nog de komende jaren. Dank je wel.